Stanley Abora, je maakt de winnende. Dat moet een lekker gevoel zijn natuurlijk. Zeker. Ik denk dat iedereen nu in Vitesse heel blij is dat we gewonnen hebben. We zijn uiteindelijk ook verdiend. Ze hebben het ons wel moeilijk gemaakt, moet ik zeggen. Ze hebben heel goed organisatorisch gespeeld. Maar uiteindelijk, kansverhoudingen waren wij beter. Ja. Maar het ging niet gemakkelijk, hè? Nee, het ging zeker niet gemakkelijk. Alle complimenten aan Eindhoven. Ze hebben het ons ontzettend moeilijk gemaakt. Maar uiteindelijk, als je de wereldwedstrijd kijkt, hadden we verdiend te winnen. We speelden wel matig, maar we verdienden toch uiteindelijk de overwinning. Dus ja. Als je dan met 10 man komt te staan, en het is niet zo dat er nog maar 10 minuten te spelen is, maar nog wel flink wat minuten. Heb je dan het idee van, oei, dit zou wel eens mis kunnen gaan? Nee, zo denk ik niet. Dan denk ik, ja jongens, dan moeten we gewoon wat meer uit de organisatie gaan spelen. En van daaruit proberen te counteren. En daar heb je toch gezien dat we een paar keer gevaarlijk zijn geweest. Dat ik volgens mij zo zelfs 2 doelpunten heb gescoord. Vlak voor tijd de winnende treffer maken, daar heeft Vitesse nu een abonnement op? Ja, je bedoelt de vorige wedstrijd tegen Heracles ook. Ja, goed, dat was een gelukkige overwinning. Maar ik denk dat we nu verdiend hebben gewonnen. Uiteindelijk, als je de hele wedstrijd samenvat, ja goed, hadden we verdiend te winnen. Dus hebben we ook gedaan. Je zit nu bij de laatste 8. Heb je nog een voorkeur als het gaat om een ploeg? Nee, bekerwedstrijd is een wedstrijd op zich. Dus maakt niet echt uit tegen wie je speelt. Je moet gewoon die wedstrijd zien te winnen. En dan hopelijk komen we zo ver genoeg.